zomer, dus komkommertijd. Want ja, officieel, het is nog altijd zomer. Het is warm genoeg, er is genoeg regen. Zeker komkommers kunnen dat toch wel appreciëren, die vochtigheid. We gaan jullie vandaag eens wat nieuwe dingen laten zien. Dus de nieuwe rassen die we aan het uittesten zijn. We beginnen met de komkommers en dan gaan we naar de meloenen. We staan hier eerst en vooral bij Shinto Kiwa. Het ras dat ook eerst begon te dragen. Hier is al heel veel van de oogst en je moet zien wat er nog aanhangt, gewoon buiten. Deze zijn natuurlijk al iets te ver. Voilà, dit is de meer slankere komkommer dat je normaal gezien oogst. Zeer lekkere, zoete komkommer, productief. Hier laat er natuurlijk wel een deel hangen om zaden te winnen, want dat zijn maar enkele zaadjes die ik gekregen heb. En dan gaan we, het was de bedoeling het Japans ras testen, maar de test bevalt van de eerste keer zo goed dat ik ze zeker terug opnieuw zal gaan zaaien. Een ander ras die we ook voor de eerste keer hebben, maar dat toch wel een stuk bekender is hier, is Market More. Ook een goede buitenkomkommer. Je ziet ook heel groeikrachtig. Hangt heel veel aan. En veel meer hoef ik er niet om te vertellen, denk ik. De beelden spreken voor zich. Dus je ziet, komkommers moeten zeker niet altijd binnen staan. Buiten gaat dat ook nog altijd heel, heel goed. Nou, natuurlijk, met dit weer is dat vrij makkelijk. De komkommer Tanya hebben we ondertussen al voor het tweede jaar. Daar zijn we zeker tevreden van. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar als je op zaadlijsten gaat kijken naar zaadvaste komkommerrassen, dus geen hybride, dan wordt de keuze vaak al een heel stuk beperkter. Het Tanya is een van die rassen, moderne rassen, die je hier en daar wel eens terugvindt. En zeker geen slecht ras. Deze staat in de tunnel, dus op de broeihoop, waar we in het voorjaar onze planten opgekweekt hebben. Dat doen we ieder jaar, planten daar komkommer op, omdat we dat wel appreciëren. Die rijke compost dat in die bakken, rijke verse compost dat in die bakken is, dat nog aan het composteren is eigenlijk. Ja, maar het valt altijd wel goed mee met spint. Je ziet hier en daar een beetje spint, maar dat valt wel goed mee. Nog iets leuks dat we voor de eerste keer staan hebben, is citroenkomkommer. En dat hebben we gewoon tussen de tomaten geplant, want iedere keer hebben we 5 planten van een ras staan. En dan is er even een stukje tussen en dan hebben we plaats om bijvoorbeeld een paprika of een komkommer daartussen te planten. Want we houden die tomatenrassen wat uit elkaar om te kruisen, omdat dat toch wel wat makkelijker is om ze uit elkaar te houden. Ja, voor de rest, buiten het uitzicht kan ik er weinig bijzonder over vertellen. Deze was natuurlijk iets vroeger aan de pluk, maar dat komt omdat we hier kleine boogjes met vliesdoek hadden staan. Dus ik kan niet zozeer zeggen dat het aan het ras ligt. Maar het gaat eigenlijk goed. Tussen die tomaten hebben we toch wel wat komkommers al van kunnen plukken. Het is niet allemaal roze geur en maneschijn. Je ziet dat deze meloen ziek is. Dit is Noir de Carme. Een meloen die enkele decennia geleden in België vrij veel geteeld werd. Een mooie geripte meloen. Maar ik vrees ervoor dat we hier de oogst niet zullen halen. En de ene komkommerachtige heeft het graag wat droger. En de andere die profiteert van heel veel water. Ook een nieuw meloentje is Ogen. Ook een echte meloen, geen watermeloen. Ook een ras dat vroeger meer geteeld werd in Nederland en België. Wel niet zozeer buiten, maar meer in Serres. We hebben gekregen van onze goede vriend Robbie. Die ondertussen specialist meloenplanten kweken is. Mooie plantjes. En wat hebben we nog nieuw? Dat is een andere meloen. Pride of Wisconsin. Hier had ik wat zaden kunnen bekomen. Uit het land waar ik eens een heel jaar verbleven heb, in Wisconsin, dus Verenigde Staten. Vandaar dat ik die eens wil zetten, want Wisconsin heeft ook een vrij koel klimaat. En zomer is wat warmer, maar het seizoen is vrij kort. Dus wou ik die Pride of Wisconsin zeker ook eens gaan proberen.
zowel een nieuw ras als een nieuw experiment. Dus ook plantjes van Robbie. En ecovenier Koen, die heeft hier iets gebouwd met stenen. Want we dachten als volgt, hè, wat kunnen we doen als alternatief voor de folie? Want die folie zorgt ervoor dat de bodem warmer wordt, want het is nog altijd plastic natuurlijk. Dus dachten we van, we gaan eigenlijk een soort van beschutting bouwen met kasseistenen, waar we centraal dan die meloenen in gaan planten en zien of dat een effect heeft. Dit is het ras mango, zou een van de sterkste buiten meloenen zijn, toch als je dat op internet opzoekt. Maar we zullen zien dat het echt effect heeft. Als het goed mogelijk is, we hebben het niet echt in controle geplant. Dus we hebben geen mango op folie gezet. Een mango tussen die stenen, gewoon één ras hier tussen gezet. Gewoon iets om te zien van, is dat iets? Hè? Groeien die goed genoeg daar en geraken die vruchten rijp? En dan kunnen we dat volgende keer nog altijd eens een grotere proef van gaan maken. De muur is ondertussen al niet meer zo heel duidelijk te zien. Ook al hebben we hier al een keer gewiet. Hè, met dat natte weer groeit alles vlot door. En bijvoorbeeld hier die Tagetes minuta. Die zichzelf hier heel goed uitzaait. Een amarant, golden pearls, de besjes. Kijk maar een andere YouTube filmpje als je die nog niet kent. Nog een nieuwkomer. De watermeloenen hebben eigenlijk maar twee nieuwe rassen gezet. Janosek en nog een andere ras dat ik direct ga tonen. Dus het Janosek. Maar je ziet stilletjes aan dat die langs twee kanten aangevallen wordt. Enerzijds de Kazak meloen, die ook dit jaar weer goed doet. En anderzijds zoete aardappel, want we hadden beslist na vorig jaar van we gaan eigenlijk de meloenen wat meer in blokken zetten. Iedere keer zoete aardappel ertussen, zodanig dat we ze makkelijker terug kunnen vinden om te kruisen. Ja, want anders als al die rassen door elkaar groeien, is dat niet zo makkelijk. Want hier is nu duidelijk te zien wat watermeloen is, wat gewone meloen is. Dan kan je ze makkelijk vinden, maar als je twee watermeloenenrassen hebt die door elkaar kruipen, dan moet je iedere keer die arm gaan volgen van die tak tot aan de moederplant. En daarom dachten we, laten we er zoete aardappelen tussen zetten. Maar je ziet, het wordt wel een wildernis ook, want die zoete aardappelen voelen zich natuurlijk met dit nat weer wel vrij goed. Het is dan al helemaal toegegroeid. Permacultuur op en top. En het tweede nieuwe ras is Tora van watermeloenen. Was een van de eerste die vrucht gaan zetten is, maar ik denk toch niet dat ze ook al rijp zijn. Dit is veel te koud, anders moet je eens checken of ze al rijp zijn, maar ik vrees van niet. Nee. Vorig jaar, deze tijd, waren we al volop aan het oogsten, waren we al eind juli aan het snijden. Nu zijn we de 1e augustus vandaag, maar toch blijft koel en regenachtig. Dus niet echt wat de woestijnplanten, want watermeloenen zijn eigenlijk woestijnplanten, wat ze verlangen, maar hopelijk kunnen ze toch volhouden tot het weer kantelt. Binnen een dikke week zou het toch wel wat beter gaan worden. Wat watermeloenen betreft hebben we niet zo heel veel nieuw gezaaid. We hebben de twee beste uit de proef vorig jaar aangehouden. Dat is de Yellow Moonbeam en de Blacktail Mountain. Deze doen het ook dit jaar wel behoorlijk. Vooral de Early Moonbeam valt op dat die toch wel heel sterk is en productief. Want het is natuurlijk wel een veel lastiger jaar dan vorig jaar. Hier en daar zie je ook zo schaaltjes liggen. Vorige week hebben Alda en Elena op donderdag die daar allemaal schaaltjes ondergelegd op plaatsen waar de folie wat lager ligt. Om ervoor te zorgen dat de meloenen niet in het water blijven liggen, dat ze niet gaan rotten. Deze zijn rechtstreeks ter plaatse gezaaid, dus niet voorgekweekt. Waarom? Omdat we al een paar jaar merken dat heel wat planten van de komkommerfamilie, zoals pompoenen, meloenen, toch altijd wel wat moeilijk hebben op dat moment van verplanten. Dus vorig jaar hadden we eraan gedacht van waarom gaan we gewoon eens even niet wat meloenen direct in de grond steken. En dat lukt vrij goed, zelfs in een koeler jaar zoals dit jaar. Deze zijn gezaaid geweest pas in juni als de grond al goed warm was. En zo hopen we natuurlijk ook wel wat spreiding qua oogst te hebben, zodat er ook nog iets te proeven blijft voor op de open tuindag eind september, 24 september. Misschien heb je al gemerkt dat we iedere woensdag een nieuwe video online zetten. Dat blijft voor de rest van de zomer, eigenlijk tot aan onze open tuindag, eind september, zullen we iedere woensdag een nieuwe video publiceren. En het wisselt telkens af. Eén week, zoals deze week, een video uit onze tuin, waarin we meenemen een kijkje nemen naar nieuwe rassen, nieuwe experimenten. En iedere andere week gaan we op bezoek bij leden.
Ja. Dus je hebt er al een paar van die video's gehad. Als je ze nog niet gezien hebt, bekijk ze zeker. En we zijn al langs geweest bij Annieke en Patrick. En we zijn al langs geweest bij Patrick van het Blozen Tomaatje. En er komen nog een paar zeer interessante tuinen aan. Bijvoorbeeld iemand die forel kweekt in zijn tuin. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Volg ons kanaal. Word abonnee en je krijgt automatisch een bericht als we een nieuwe video publiceren. Op woensdag natuurlijk.